Maria van der Hoeve heeft op het hoofdkantoor van Mitsubishi Motors in Tokio gesprekken gevoerd over de toekomst van Netcar in Born. Er is onder andere toegezegd dat de productie van de Colt en de Outlander doorgaat tot 2012. Maar wat dan na 2012 gebeurt, ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Er is wel toegezegd door de heer Mazzucco dat hij in de loop van dit jaar, er werd gesproken over september, dat er overleg zal plaatsvinden met vanuit Mitsubishi Motor Company, met enerzijds de directie van het bedrijf in Born, Netcar, maar ook met de ondernemingsraad en uiteraard ook met de Nederlandse overheid. En dat zullen we dus even moeten afwachten.